Nou ja, dat was gisteren, maar het thema was natuurlijk eigenlijk... wij waren groen van jaloezie dat jullie zo fantastisch speelden bij het WK. Ja. Zijn de verhoudingen nu weer gelijk? Want we hebben natuurlijk vorige week dan gewonnen van Duitsland. Ja. Is het respect terug in België voor de Nederlanders als het om voetbal gaat? Ja, wel, in de eerste plaats is die brandende rivaliteit weg. Het feit van, wij zijn de boertjes uit Vlaanderen en wij gaan nu het grote Nederland bevechten. En ik denk heel veel wedstrijden, zeker in onze jeugd, heel veel wedstrijden werden gespeeld met een Nederland dat vol zelfvertrouwen als topfavoriet daar naartoe kwam. En dat is nu anders. De Belgen gaan nu, als wij nu een wedstrijd met inzet spelen, dan gaan de Belgen gewoon zichzelf onmiddellijk in een favoriete rol zetten. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dat zorgt er ook voor dat je die rivaliteit niet hebt. Dat je niet moet heel bars en nors en agressief gaan spelen. Van, ah, ze zijn beter, maar we gaan geen duimbreed toegeven. Dat is nu weg, gelukkig. Ja. Vroeger kwamen wij natuurlijk een beetje als strijders op het veld. Hè. Dan, wij speelden een beetje gemeen en een beetje smerig. En wij gaven eens een elleboog als de scheidsrechter niet gaf. En we gingen met 11 man voor het doel liggen om tevreden dat Nederland zou scoren. En dan waren we heel tevreden als het 0-0 was. En dat is wel voorbij. Dat is voorbij. Dus we zitten toch een beetje op onze honger. De Nederlandse gasten hier aan tafel. Ilse, ben jij eigenlijk bewust van de rivaliteit op dit gebied tussen Nederland en België? Ja, zeker. Nou, op voetbalgebied is er altijd rivaliteit. Natuurlijk, zeker met buurlanden. Dat is natuurlijk met Duitsland. Zal het ook altijd zo blijven, denk ik. Hoop ik ook wel een beetje. Het moet natuurlijk niet te gezellig worden, toch? Rondom voetbal. Dat is dit gaat leuk. Eigenlijk al te ver. Wat ja, het is al te ver gaan. Ik bedoel, het moet juist een beetje... Ik onthoud het. Ja. 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 Nu, ik kan je altijd meenemen naar andere voetbalwedstrijden waarvan gezelligheid geen sprake is. Dus als je echt rivaliteit zoekt, die is nog altijd te vinden. Kijk, welke bijvoorbeeld? Welke wedstrijd? Goh, ja, de derbies in Engeland en ook in België en zo. Ja. En dan ga je gewoon eens met het verkeerde kleur shirt in het verkeerde vak aanstaan. Ja, nee, dat snap ik. Gezelligheid niet echt. Nee. Verheugen we ons eigenlijk op een derby Nederland-België tijdens een EK of een WK? Ik heb er gisteren aan gedacht dat ik vond het mooi om naar te kijken gisteren. Net omdat die warmte en die sympathie er terug was. Hè, dat venijn er een beetje uit was. Maar ik heb me wel bedacht, die match met inzet zou wel mooi zijn nu. Dit was nu vriendschappelijk. En stel dat we echt in plaats van op het WK, in plaats van tegen Frankrijk, tegen Nederland gestaan hadden, dan had je hopelijk de combinatie gezien van en respect en die grinta van een wedstrijd met inzet. Dus daar kijk ik eigenlijk naar uit. Ja. We zijn elkaar heel veel tegengekomen in de periode dat wij niks voorstelden. En nu, plotseling, zijn wij goed. En op de toernooien ontlopen jullie ons altijd. Dus er zit ergens iemand bij de... strategisch niet te kwalificeren. Ja, voilà. Ja. Ja, net op dit moment komt er dan zo'n schandaal met matchfixing in België uit. Ja. Dus hoe eerlijk is het allemaal, jongens, dat jullie zo goed zijn nu? Ja. Hé, daar is de rivaliteit weer. Hey, mooie poging, maar geen enkele speler van onze ploeg speelt in de Belgische competitie. Integendeel, één van jullie spelers speelt in de Belgische competitie. Dus hoe eerlijk is die Nederlandse ploeg? Oké, dat is terug. De rivaliteit is terug. Ben je nu blij? Is dit wat je wou? Ja, dit wilde ik.